Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een fietsvakantie. Op de fiets kan ik overal naartoe. Mijn moeder gaat echt teleurgesteld zijn als ze dit ziet en beseft dat ze niet is uitgenodigd. Kijk, weet je wat het kut is aan een fietsvakantie? Dat is gewoon dat je continu aan het bewegen bent. Heel de tijd trappen. Juist vakantie is er om uit te rusten. En daarom heb ik het perfecte idee. Ik ga op fietsvakantie met een elektrische fiets. Namelijk de fiets van Tenways. Kijk, je ziet ook eigenlijk bijna niet dat het elektrisch is. Meneer, gaat u ook op fietsvakantie? Nee. Ik kan achterop misschien. Nee, dank je. Nee? Oké. Nou, het op. Ik heb een tentje mee. In mijn rugzak zit mijn slaapzak. Dus het moet helemaal goed komen. En ik ben ook niet alleen. Dat is het fijne aan Texel. Zijn er ook feestjes misschien toevallig? Weet ik echt niet. Geen idee. Hallo. Zijn jullie ook op fietsvakantie? Deutsch? Deze klas vakantie. Vakantie met de fiets. Nee, ohne. Met de trapper. Zullen we misschien straks als we de boot afgaan een wedstrijdje doen? Nee? Oké, Brand die heeft een waggy gefixt. Hij is een cameraman. En we zijn van start. Het plan is om allereerst naar het strandje De Horst te gaan. Dit is ongeveer een kwartier fietsen. Alleen die tent meeshouwen op de fiets is niet geweldig. Het is allemaal leuk en aardig, het gaat top. Maar deze stop ik wel echt even bij jullie als jullie toch met de auto zijn. Ik heb dus mijn zwembad bij me, maar het is op dit moment 11 graden, dus ik moet heel even kijken wat dat wordt. Hey man, hey. Wil je lift? Nee, hoeft niet, ik ben hier. Oké. Maar hartelijk bedankt. Ja, geen probleem. Het enige waar ik tegenop zag bij het filmen van deze video is dat mijn kop zo altijd zo fucked up gaat zitten op de fiets. Maybe I can understand it. Nou, ik kan zeggen wat je wil, maar de natuur is hier wel echt prachtig. Ja, bizar hoe hij zo gemakkelijk door die wind heen trapt met die Tenway fiets. Niet normaal. Het is inmiddels begonnen met regenen. Het is niet helemaal hoe ik mijn droomvakantie voor me had gezien. Is dat je vriendje? Ik ben benieuwd of dit nou mag of niet. Maar op map staat er dat dit een route is met de fiets. Nou, het is niet ideaal. Nou, dit is toch geen pad, jongens? Nou, mam, ik weet weer precies waarom we dit nooit gedaan hebben. Het lijkt wel een soort hike. Ik ben trouwens wel echt een beetje verdwaald inmiddels. Ik heb echt geen idee waar ik heen moet, maar ik blijf gewoon rechtdoor. Oké, ik weet niet welke persoon dit als fietsroute genoteerd heeft op Google Maps. Maar kunnen we die persoon alsjeblieft ontslaan? Ik ben er bijna. Altijd als ik mensen dit zie doen op een video, dan ziet het er zo makkelijk uit. Van die mensen die dan echt met 40 km per uur door zo'n bos racen. Auw. Ik was ook heel de tijd aan het filmen. En precies als ik denk, ai, dit gaat prima, val ik echt vol mijn bek. Ah. Ja, dit was dus de crash. Op een gegeven moment kwamen er gewoon overal van die harige rupsen. En ik was gevallen en het was helemaal kut. Dat is misschien 1 minuut in de video. Ik heb denk ik meer dan een half uur lopen rennen door die tuin met die fiets. Kijk, als ik dus geen zin heb om te trappen, heb ik hier een knopje zitten. Dus die indruk krijg je een soort boost. Kijk, het is top. Op de fiets kan ik overal naartoe. Wat was je allemaal aan het doen, bro? Bro, ik ben gevallen. Vol op mijn reet, echt in zo'n bosje. Met alleen maar stekels. En het ergste is, ik heb het strand niet eens gezien. Oké, we gaan naar de camping. En het is hoeveel kilometer fietsen? Nou, je hebt wel de verste camping van Texel uitgezocht. Ik dacht, we zijn op een fietsvakantie natuurlijk. Volgens Google Maps is het een uurtje fietsen. Nou, met de Tenways duurt het een half uurtje. Ik zie jullie zo. Alright, we zijn nu onderweg naar camping De Krim. Dit is een uur fietsen, maar dat is uiteraard geen probleem. We hebben helaas niks van het strand kunnen zien. Na ongeveer 40 minuten fietsen kom ik aan op de andere kant van Texel. En ondertussen heb ik wel een klein beetje honger gekregen. Het ruikt heerlijk. Je was veel honger. Echt waar? Mag ik een stukje? Ja, mag. Moet ik het afsnijden voor je? Ja, is goed. Oké, het is wel nat denk ik. Oh ja, dit is wel nat inderdaad. Nou ja, het is nu al te laat. Zijn er nog leuke activiteiten hier in de buurt? Nou, het is met name voor kleine kinderen volgens mij. Ik kan maar een beetje dronken worden vanavond. Ja, het is niet anders. Het is gewoon noodzakelijk kwaad. Hey, tot ziens. Hoi, hoi. Dit is
echt helemaal kut. Ik had dus blijkbaar gereserveerd op camping Loodsmansduin. Maar dat valt dus ook onder de Krim. We zijn nu bij de Krim precies aan de andere kant. We zijn net een uur gefietst van de ene naar de andere kant. De camping is hier. En we zijn nu weer hier. 20 kilometer terug fietsen. Bro, ik gooi die fiets gewoon in de auto. Ik kan lekker stikken in de fietsvakantie. Kijk, natuurlijk is dit niet helemaal de bedoeling. Maar inmiddels was het al 7:30 en had ik helemaal geen zin meer om terug te fietsen. Dus fiets in de auto, naar de camping, fiets uit de auto. En dan nog even een shot waarin ik kom aanfietsen alsof dit niet gebeurd is. Kijk bro, het kamperen, dat werd sowieso gegarandeerd een ramp. Maar kamperen met jou in een tent is nog rampzaliger. Ik heb voor jou een chaletje geregeld. Afspraak is wel dat je elk uur een wekker moet zetten om even een update te filmen hoe het met mij gaat. Ik heb echt aan alles gedacht deze keer, hè. Waterschoenen. Deze is voor de campingbeseffers. Dit met de mond oppompen. Zonder elektrisch, hè? Halverwege het opblazen besef ik me dat in het huisje nog een extra matje ligt. Dus die gooi ik in mijn tent. Het is niet top, maar dit gaat wel lukken, denk ik, hoor. Laten we wat gaan choppen. Wat vind je tot nu toe van het fietsvakantie-idee? Kut, ik ga nooit meer met de fiets op vakantie. Kijk, in principe allemaal spul mee. We hadden lekker kunnen gaan koken, maar we gaan gewoon naar een restaurant. Kom. Ik heb trouwens voor straks een fantastisch spel meegenomen. Maar we moeten nog even kijken of we iemand kunnen vinden op de camping die met ons wil spelen. Want volgens mij moet je met minimaal 3 zijn. Het spel waar we allemaal op gewacht hebben is... Ja, ik weet dus niet zo goed wat het is, maar wat ik zie is dat het door RTL gemaakt is, dus het is sowieso kut. En dat het 3 tot 6 personen vereist, dus we hebben nog één iemand nodig. Hand in de pot voor het Temptation Island spel. Hand in de pot. We kunnen maximaal 6 mensen meedoen, dus wees snel. Hand in de pot voor het Temptation Island spel. Nee. Dag mevrouw. Hallo. Hi. Zult u misschien met ons meedoen? Nee. Oh, oké. Okay. Zoek maar even een ander slachtoffer, denk ik. Wij zitten daar zo bij die hutjes, dus als u nog een keer denkt van, nou, misschien ja, toch leuk, even... Ja, leuk Temptation Island. Ja. Dan kunt u ons gewoon even aankloppen of zo. Ja, dat is goed. Dus we dachten, misschien is het leuk om het samen te spelen. Nou, ik heb daar geen idee. Nee? Echt niks is een succes vandaag, bro. En nu? Gewoon lekker slapen. Ja, dan voelt het wel een beetje als een gefaalde dag. Ik zeg je eerlijk, die mensen kunnen wel Temptation gebruiken, man. Volgens mij heeft iedereen hier al 30 jaar niet meer geneukt. Kom maar hier. Oh, wat een verschrikking. Ja, nu is het ineens jij en ik. Weet je wat het een beetje is? Dit is wel gewoon onderdeel van een fietsvakantie. Je gaat niet fietsen en dan een hotel in. Dus dit is gewoon part of the experience. Ik ga het in zijn volledigheid ervaren. Daar hoort dit helaas ook bij. Ik moet mezelf echt dubbel houden hier. 10:50. Er is nu iemand aan het afwassen. Om 10:00 wilde niemand meer een Temptation Island spel met mij spelen. Kijk, het schot fucking hard aan het cleansen. Ik ga mijn geluid opnemen terwijl ik slaap. Dus mocht ik nog wat leuks zeggen, want ik praat in mijn slaap, dan horen jullie het nu. Oh, een beetje nat hoor. Ja, of course. Bro, die vogels maken zo fucking veel geluid. Het lijkt alsof ik in de oerwoud lig, man. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Goedemorgen, guys. Het was heel de nacht echt insane hard aan het regenen. Maar ik ben weer wakker. Nou, we moeten dankbaar zijn voor een nieuwe dag. Kijk, de tent is dus redelijk lek. Jesse. Bro. Het is hier fucking nat. Wakker worden. Ik ben al 3 uur wakker. Bro, kijk dit. Ik ben helemaal nat. Dit was zo kut. Op de fiets kan ik overal naartoe. Alright, tijd voor ontbijt. Oké. Helaas is het me niet gelukt om het gaspitje aan de praat te krijgen. Ik besluit al mijn spullen te pakken, de camping te verlaten en richting het dorp te fietsen. In de hoop dat ik hier ergens bij iemand thuis nog een eitje kan koken. Hey, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vroeg me af of ik misschien even mijn eitje kan koken bij jullie thuis. Jazeker. Ja? Dat mag zeker. Kom maar in. Gezellig. Eén van jullie er ook in? Nee. Vers van de boer. Eitje. Oh, nee. Nee. Wil je hard of zacht gekookt? Zacht. Oh, dat was eigenlijk al te laat. Ja.
top. Super bedankt voor de gastvrijheid. En zetten jullie dat op YouTube? Op YouTube? Kijk, dat is dus mooi aan Tessel. Je kan hier je fiets gewoon op de stoep zetten en niemand die hem jat. Ik ga weer naar huis. Ik vind het mooi geweest. Ik vind het helemaal niet mooi geweest eigenlijk. Ik vond het verschrikkelijk. Mocht je nou op zoek zijn naar een nieuwe fiets, dan kan ik Tenways ten alle tijden aanraden. De batterij is ook nog steeds niet leeg overigens. Hij gaat lang mee. Misschien komt het ook omdat we niet heel veel gefietst hebben eigenlijk. Tot de volgende video. Doei! Hey. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Mag ik misschien even je tandpasta lenen? Sorry? Can I maybe rent your toothpaste? Oh, hell no, man.